Ja, we bellen elke dag met leuke toeristische ondernemers uit onze provincie om te vragen of zij mooie herinneringen hebben aan een vakantie. En natuurlijk naar hun favoriete vakantieplaats. Aan de telefoon hebben we Wiebe Sierksma. Wiebe, een hele goede morgen. Goedemorgen, Tessel. Wiebe, je hebt een reisbureau en je organiseert zeilreizen naar Turkije. Heb ik dat goed? Ja, een reisorganisatie heet het dan eigenlijk, ja. Tour operator. Ja, wij organiseren zeilvakanties, verzorgde zeilvakanties. Dus er is bemanning aan boord, dus mensen die willen zeilen, ja. Maar niet kunnen, maar graag een zeilvakantie willen meemaken. Oh, maar het is wel de bedoeling dat je ook wat doet op die boot dan, gedurende die vakantie. Hoeft niet, mag wel. En jij bent dan vakantie. Jij bent dan de kapitein, Wiebe? Nee, gelukkig heb ik daar bemanning voor. Er is een kapitein, een kok en twee matrozen aan boord. En die kunnen het nog beter dan ik. En ik laat het in alle vertrouwen aan hun over. Waarom Turkije, Wiebe? Waarom kan je daar zo goed zeilen? Het is het gebied eigenlijk waar we zitten. Dat is tussen Bodrum, Marmaris, Fethiye. Dat is ook geografisch tegenover Kos en Rodos. Mm-hmm. Een heel grillig gebied. Niet een en al strand, want dat is niet leuk om langs te zeilen. Maar een gebied met grote baaien, diep inhammen, eilandjes. Qua natuur en ook cultuur een heel mooi gebied om te doen. Dus het is zeilen en ontdekken, dingetjes aan land zien. Heb je je hele leven al gezeild, Wiebe? Want er moet een moment komen dat je denkt, ik ga daar mijn werk van maken. Eigenlijk niet. Ik ben vroeger wel een fervent surfer geweest. Bij Muidenberg heb ik dat ooit geleerd. Maar ik ben zelf geen zeiler, nee. We vroegen wel eens bij Ottenholm in Loosdrecht een BM'tje gehuurd. Mm-hmm. Maar, een BM'tje? Ja, het is een klein bootje, Rob. Een 7 meter open bootje. Een kwadraat, okay. Heet het ook wel. Goed. Sorry. Maar nee, ik heb het eigenlijk bij toeval als hobby in Turkije ontdekt. Daar rondtrekkende in gesprek gekomen met een kapitein in Bodrum. En die zegt, vaar morgen eens even mee. En ik zat toen tussen een paar Turken uit Istanbul en Ankara en twee heerlijke dagen gehad. En toen zegt die kapitein van, joh, neem volgend jaar je vrienden mee en dan vullen we misschien een hele boot en dan maken we een leuke vakantie. Het idee is wel heel, heel gezellig. Heb je nou ook wel eens mensen die dan heel erg zeeziek worden, die dan zo'n plan hebben van dat ga ik doen, lekker de hele vakantie zeilen en dan doodziek en groen over die reling hangen? Nou kijk, het moet vakantie blijven. Dus de kapitein die houdt altijd iedereen in de gaten of iedereen het naar de zin hebt. Mm-hmm. Heeft. En soms helpt het ook om het schip even een paar graden te verleggen, zoals dat in zeiltermen heet. Dat het net iets anders op de golf is en als het al te heftig wordt, dan zoeken we gewoon een rustige baai op. In de luw te liggen, de zwemtrap gaat uit, zonnen, zwemmen, genieten. En is dat, zit je in zo'n kooi net als op een Urker visserschip? Nee, ik wil het geen kooi noemen. Ik wil het eigenlijk een luxe hut noemen. Het zijn twee persoons hutten met eigen douche en toilet, warm en koud stromend water, airconditioning. Zelfs airconditioning? Ja, het is, je kan het ook wel een zeilcruise noemen. Oké. Ja. Nou, wat interessant. Doe je het zelf ook nog wel eens of organiseer je nu alleen maar? Ik organiseer het en 1-2 keer per jaar ben ik er wel eens. Als ik het hier even zat ben, met in de drukte, dan zeg ik van kom op, ik heb daar een boot liggen, ik heb daar bemanning, ik heb vluchten, ik ga er even heen. Maar niet vaak, nee. Nou. En is de markt nog goed? Je leest een wisselende bericht in de krant over touroperators. We hebben wel wat last van de crisis, maar ik heb heel veel repeaters. Sommigen die gaan al 20 jaar lang mee, komen iedere keer terug. En dat is gelukkig een vaste basis waar we op kunnen bouwen. Ja, we hebben onlangs op RTL nog wat aandacht gehad en dat geeft ook weer een boost. Dus ik heb er niet zo heel veel last van. Hou je van muziek, Wiebe? Jazeker. Wat voor muziek hou je van? Als je bijvoorbeeld bij een leuke vakantie op dit moment, dan zou je zeggen, een vakantie waar je vrolijk van wordt, Happy van Pharrell Williams. Ja? Ja. Ja, oké. En ook nog, hou je Turkse muziek? Dat dacht ik meteen aan. Of dat is... Er zijn een aantal Turks plaatjes. Denk niet meteen aan Tarkan of zo, want dat vind ik te heftig. Maar een Zara, die is dan niet zo bekend in Nederland. Ze heeft wel eens opgetreden, geloof ik hier. Maar ja, Turkse muziek is heel mooi. Mm-hmm. En dan moet je niet aan het gejengel denken. Nee, je hebt echt hele mooie lokale muziek daar. Oké. Nou, we gaan het ook eens proberen. Ja. Pharrell Williams wil je graag horen. Happy komt eraan. Wiebe, hartelijk bedankt dat je eventjes bij ons in de uitzending wilde komen. Want het zijn drukke tijden en succes met alle zeilvakanties. Dankjewel, Rob. En dag, Wiebe. Dag, Wiebe. Dag. It might seem crazy.